deze nieuwe video. Vandaag weer een leuke unboxing. En niet zomaar een unboxing, want dit is een PR-unboxing. PR houdt in dat het allemaal marketing is en ik het allemaal gratis krijg. Ik heb volgens mij met geen één van deze mensen een deal of zo. Oh nee, met W7 heb ik afgesproken dat ik video's maak voor hun. Maar de rest is me allemaal gewoon opgestuurd en ik mag ermee doen wat ik wil. Ik kan het laten zien in mijn video's, misschien niet. Maar merken sturen dus gratis hun producten op in de hoop dat die persoon het dan laat zien en er het liefst positief over is. Maar ja, dat is niet altijd zo. Ik krijg deze make-up dus omdat ik dus YouTube video's maak op zowel YouTube als op Instagram. Daar plaats ik ook elke dag een beauty gerelateerd iets. En dit stuurt me op zodat ik hun producten gebruik en mooie make-up looks ermee kan maken. Dus ik voel me eigenlijk echt blessed dat ik dit al krijg. Want ik ben nog niet echt super groot of zo. Tenminste, ik vind me eigenlijk nog best wel klein. Dus ik ben heel blij dat ik dit allemaal gratis krijg. Want dat scheelt mij echt super veel geld. Want om al die make-up te kopen, ja, dat kost gewoon echt heel veel geld. En ik weet niet waar ik dat geld voor om al die dingen te kopen. Dus ik ben hier heel blij mee en ik ga er ook allemaal leuke video's mee maken. Ik weet van de meeste niet wat ik heb gehad. Het is me gewoon opgestuurd, random. Ik weet echt niet wat ik heb gehad. Ik moest nog 3 pakketjes krijgen van Benefit, van Buxom Cosmetics en Queen Tarsi. Die 3 zijn nog niet binnen, de rest is al wel binnen. Maar ik had geen zin om nog een week te wachten, want het staat hier al 2 weken. Dus ik dacht, ja, ik ga echt niet nog wachten op die dingen. Dus ik ga gewoon vandaag wel de unboxing doen. Dus vind je het leuk om dit allemaal te zien? Vergeet dan vooral niet om me een like te geven. Want dan weet ik dat jullie dit soort video's ook leuk vinden. Ik vind dit soort video's altijd wel heel leuk. En vergeet niet te abonneren en op het belletje te klikken als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we nou snel door met de video. Oké, het eerste is van Velvet Studio Lash and Brow Studio. www.shopvelvetstudio.nl. Dit is een bedrijfje uit Tilburg. Dit meisje doet wimpers en zo. Je kunt het vast wel allemaal gewoon vinden op haar website. Maar ze heeft dus ook nep wimpers uitgebracht. En ik heb er dus een aantal gehad. Ik zal ze even laten zien aan jullie. Dit pakketje ruikt zo lekker. Ze heeft er echt de meest lekkere parfum in gespoten ever. En ik heb nog hier een briefje met een heel verhaal. Maar die ga ik niet helemaal oplezen. Dit ruikt echt super lekker. Ik wil echt weten welke geur zij hierin heeft gedaan. Nou, dit zijn ze dan. Ik heb er 4. En de namen staan allemaal hieronder. Ik heb deze gehad. Ik heb deze gehad. Ik vind deze heel mooi eruit zien. Ik heb deze gehad. Deze heet Sarah. Maar je schrijft het anders. Dus dat lijkt een beetje op mijn naam. Het is gewoon mijn naam, maar je schrijft anders. En ik heb hier de laatste eyeshadow, maar ik heb deze al opgehaald. Dus die zit hier niet in. En ik ben ze kwijtgeraakt. Ik had dus mijn wimpers afgedaan in mijn auto. En ik had het zo gezet in mijn deur. Maar toen ben ik dus naar buiten gegaan. Dus deur open en weer naar binnen, deur dicht. En toen zijn ze er kennelijk uitgevallen. Dus ik vind het echt best wel kut. Maar ik wilde het toch gewoon even laten zien. Dit is by the way het enige pakketje die ik al had opengemaakt. Want de reden dat ik die al had opengemaakt is omdat ik vergeten was dat ik niet mocht overmaken omdat er een PR-unboxing kwam. Maar voor de rest is alles gewoon nog dicht, mensen. Dan heb ik hier een pakketje van Smudge Cosmetics. Ik kan natuurlijk mijn adres niet laten zien. Hier weet ik al wat erin zit, want ik mocht dit helemaal zelf uitkiezen. Mensen, ik heb ook een kortingscode voor deze website. Al mijn kortingscodes staan altijd hier onder de video in de beschrijving. Dus kijk altijd even daar en dan heb je een leuke korting. Ik verdien daar niks aan, het is gewoon puur voor jullie. Het is niet zo'n link waar je op klikt en dat ik er iets aan verdien, want ik verdien er echt helemaal niks aan. Het is gewoon puur voor jullie. Oh, ik heb hier ook weer een leuke tekst. Ik lees de teksten vaak niet op, omdat ze vaak een beetje persoonlijk zijn en ik niet die mensen zo naar buiten wil brengen. Dus ik hou dit gewoon even voor mezelf, maar ze heeft een leuke tekstje gemaakt voor mij. Smudge Cosmetics verkoopt merken zoals Juvia's Place en Huda Beauty. Ik heb hier 2 dingen van Huda Beauty waar ik heel blij mee ben. Dus mocht je op zoek zijn naar die merken, ga even naar deze website. Het is ook gewoon Nederlands en het is gewoon 100% betrouwbaar. Ik heb hier de Huda Beauty Desert Dusk Palette. De Huda Beauty Rose Gold Remastered heb ik al. Daar heb ik ook een video over gemaakt. Dat ging niet zo goed, dus ik hoop dat dit paletje beter is. En ik heb de Huda Beauty 3D highlighter paletje. Ik ga ze even openmaken hoor. Pakketje zo mooi. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar haar highlighter ogen en lippen. Die glimmen zo mee als je dit beweegt. En dit zijn de kleuren. Oh, die is een cream. Dit is een cream en de rest is poeder. Ik ga even eentje opdoen. Ik heb al op, maar whatever. Ik doe gewoon meer.
More is More. Kijk hoe mooi dit paletje is. Al haar make-up is altijd heel mooi. Even los van de kwaliteit en hoe het werkt. De verpakking is altijd prachtig. Dit ziet er echt super mooi uit. Oh my god, ik ben hier echt heel blij mee. Kijk even hoe mooi. Oh god, I love this. Ik ga hier zeker een look mee maken. Ik hoop dat deze beter is dan het andere paletje. Kijk deze kleur. Ik hoop dat jullie het een beetje goed kunnen zien. Nou, echt super bedankt hiervoor. Ik ben hier echt heel blij mee. Dan heb ik hier een pakketje van Smolder Cosmetics. Ik kende hun niet, terwijl ze best wel groot zijn. Maar niet echt in ons land. Smolder Cosmetics heeft heel veel van die glitter make-up en zo. Dus ik ben super benieuwd wat hun mij hebben gestuurd. Ik denk heel veel glitter. Nou, dit zit er dan bij. Dit is gewoon hun kaartje. En hierachter weer een tekst voor mij. Nou, dit is heel mooi. Ik heb dus 4 losse oogschaduwpigmenten gehad. Ik ga ze even up close laten zien, want volgens mij zien jullie helemaal niks. Kijk deze kleuren, hoe mooi. Het is een beetje een paarse, roze, bruin en een witte kleur. Dit zijn van die losse slot oogschaduwen. En ik heb ook dit erbij gehad. Het is Smolder's Potion. Ik weet niet wat het inhoudt. Oké, dit is dus een soort van potion. En als je die dan mixt een beetje met de losse oogschaduwen, worden ze wat heftiger of zo. Nou, ik ben hier heel benieuwd naar. Dit ga ik zeker doen, want ik heb ook nog wat andere losse oogschaduwen. Dus ik denk dat deze ook met die werken. Nou, ik ben hier echt heel benieuwd naar. Echt, dankjewel. Oké, kijk even deze verpakking. Dit is echt heel mooi gedaan. Ook heel chic. Maar die ga ik nou weer lekker kapot maken, want ik moet erin. Oké, ik heb hier een heel boekje. Dit is echt letterlijk een boekje. Met al hun producten. Die staan allemaal hierin. Oh, dit vind ik wel handig. Oké, ik heb 3 van deze soort van kleine oogschaduwkwads gehad. Alleen die is al kapot. Deze is er een beetje uitgevallen, maar die kan ik er weer gewoon indrukken. Dit zijn hele mooie kleurtjes. Ik vind het er heel mooi uitzien. Dus die heb ik gehad. Ik heb een eyebrow pomade gehad. Dus ja, voor je wenkbrauwen. Charcoal, die is meer zwart en de andere is donkerbruin. Ik denk dat zwart het beste gaat zijn voor mij. Maar dat moet ik even kijken. Deze ga ik zeker ook proberen. Ik heb hier een mascara en eyebrow gel in de kleur Black Clear. Nou, ze hebben wel echt gelet op mijn huidskleur. Je zou denken dat elk bedrijf dat wel doet als ze iets opsturen. Maar heel vaak doen ze dat niet. Ik heb echt wel eens iets voor wenkbrauwen gehad voor blonde meiden. En dan denk ik bij mijn eigen. Je kunt op zijn minst even kijken naar wie je wat stuurt. Maar ze hebben dus Black gestuurd. Daar ben ik wel blij mee. Want ik was op zoek naar een andere eyebrow gel. Dus ja, ik hoop dat deze goed gaat zijn. Ik weet niet of de prijzen er ook bij staan. Nee. Ik weet dat Christian Faye niet het goedkoopst is. Maar ook niet heel duur. Dus ja, het zit een beetje in die middencategorie. Even kijken. Ik heb hier een Long Lasting Eyeliner Pencil. In de kleur bruin. Dan heb ik hier nog iets voor de wenkbrauwen. Dit is met van die wenkbrauwstencils. Hier. En hier staat op de Perfect Brows in Just Seconds. Dus ik weet niet precies wat het is, maar... Oh, het is een poeder. Oh, ik zie hier wat het is. Het zijn 3 brow stencils. 1 poeder en 1 brush. Dus hiermee kun je de perfecte wenkbrauw maken met poeder. Dat doe ik meestal niet. Poeder is niet genoeg voor mijn wenkbrauwen. Maar ja, ik wil het wel gewoon proberen. Ik heb hier nog 2 oogschaduwpaletten, maar deze zijn iets groter. Ik heb die 2 al getest volgens mij. Ik heb een video gemaakt samen met Lamia Chuli. Ik zal die wel even hierboven linken. En toen hebben we dus pakketjes unboxed. En zij had dus ook een pakketje van Christian Faye. En toen had ik deze al geprobeerd. Ik vond ze wel oké volgens mij. Maar die kleine heb ik nog niet geprobeerd. Dus ja, ik ga gewoon alles opnieuw proberen. En dan heb ik hier nog 2 oogpotloodjes. Een zwarte en een blauwe. Ik hoop dat die zwarte heel zwart is. Want dat vind ik altijd wel fijn. Dan heb ik hier de Christian Faye Blitz Face Kit. Dit met een blush erin. Ik ga hem gewoon even openmaken. Je hebt dus hier een blush, highlighter, contour en 2 glows. Ja, dit zijn dan 2 highlighters. Ik vind die contourkleur er echt heel goed uitzien. Dus daar ben ik zeker benieuwd naar. Ik ga by the way een video nog maken deze week. En daarin ga ik allemaal nieuwe make-up proberen. En daar gaan zeker ook een aantal dingen van hierin zitten. Dus abonneer vooral op mijn kanaal als je die video nog wilt zien. En dan heb ik hier nog een face kit. En dit is een contour face kit. Ik denk dat die een beetje lijkt op die andere. Maar dan misschien iets meer gericht op contour. Oh, die heeft ook een paar highlighters. En deze is echt puur alleen blush en setting poeders. En contour en nog een setting poeder. Ja, hij is wel mat.
Nou ja, in ieder geval, het is een contour kit. Er zitten ook van dit soort blaadjes bij. En daar staat dan op hoe je het moet gebruiken voor als je dat niet weet en het graag zou willen weten. Dus dat vind ik wel echt heel handig. En dat was het dan. Deze box is nou helemaal leeg. Super bedankt, Christian V. Ik ben hier ook echt weer heel blij mee. Het is echt heel veel, dus thank you very much. Oh, mijn camera raakt steeds oververhit en dan valt die steeds uit. Dat is zo irritant, want ik heb haast. Ik ga zo weg, dus ik wilde dit nog snel maken. En dan valt die steeds uit, echt jongen. Altijd als je haast hebt, werken dingen niet mee. Nou, ik heb dan hier nog een pakketje van W7. Zoals heel veel al weten, ik heb een samenwerking met W7. Ik maak video's voor hun. Hun zijn ook echt de enige met wie ik zo een samenwerking heb. De rest is gewoon, je mag meedoen wat je wilt. Maar voor hun moet ik echt video's maken. Ik ben niet verplicht om video's te maken voor mijn eigen kanaal, maar dat doe ik wel. Want ik wil het gewoon allemaal testen en laten zien. En ik ben ook gewoon altijd eerlijk. Als ik het niet zo goed vind, zeg ik dat ook gewoon. Ze heeft me weer allemaal nieuwe make-upjes opgestuurd. Want W7 is met een aantal nieuwe producten uitgekomen. Dus ik ben weer super benieuwd. Ik vind dat hun make-up wel echt beter is. Vroeger, en dan praat ik echt over een paar jaar terug, was hun make-up altijd heel slecht. En daar stond ook echt wel een beetje bekend om. Maar nu vind ik het oprecht heel goed. Ik heb nou al hun oogschaduwpaletjes. En er was maar één waarvan ik dacht, ja nee. Maar de rest was echt allemaal goed. Oké, ten eerste heb ik letterlijk al hun gezichtsmaskers gehad. Dit zijn er echt heel veel. Ik wilde die al graag proberen, want ik had ze al zien staan op de website. En ik hou van gezichtsmaskers. Dit zijn er echt heel veel. Er is ook nou op www.w7cosmetica.nl is er ook een actie dat als je de twee koopt, je er één gratis krijgt. Of ja, volgens mij als je er twee koopt, dat je de derde gratis krijgt. Ook voor W7 heb ik een kortingscode. Kijk even beneden in de beschrijving. En dit zijn gewoon allemaal maskertjes. En ja, ik heb hier facial cleaning wipes. Nou, die moet ik zeker altijd hebben. Ik ga echt door mijn wipes heen alsof het water is. Mijn wipes gaan altijd super snel over. Dus hier ben ik ook heel blij mee. Ik had er nog geen eentje gebruikt van hun. Dus ja, ik ben hier heel benieuwd naar. Even kijken. Ik heb hier de W7 Princess Potion. Ik ben echt obsessed met dit soort dingetjes. Gewoon dit soort dingetjes. Ik weet niet hoe je dit noemt. Want ik heb er ook hier eentje van bij Kelsha, deze is super fijn. Echt elke plek die W7 verkoopt, en dit dus ook, is hij echt uitverkocht. Dus kennelijk is hij heel goed. Je moet hem ook echt eerst schudden. En dit is als een soort van gezichtsbooster. En je moet het gebruiken als primer om een mooie radiant finish te krijgen. Nou, ik ben hier heel benieuwd naar. I love radiant. Ik hou van die glans zo, dus deze ga ik zeker proberen. Ik heb hier ook de W7 Light It Up Loose Highlighter. Dit is dus een losse highlighter. Oh, er zit ook een spiegeltje in. Doe maar. Oké, W7 is ook met een nieuwe lijn. En dat is de Beach Collectie. En daar heb ik hier ook alles van. Daar is een oogschaduwpaletje van. Deze lijkt mij echt super mooi. Het zijn echt een beetje beach kleuren. Vooral die blauwe kleur en deze in het goud. Zo spreekt mij zeker aan. Bij de W7 Beach Collectie heb je ook twee matte bronzers. Ik heb ze hier dus allebei. En dit zijn ze dan. De twee kleuren. Deze is wel lichter dan deze. Ik denk dat ik meer deze heb. Deze is meer warm. Oh, daar valt iets uit. Dus deze zijn allebei mat. Ook weer heel erg benieuwd naar. Ik heb hier ook een Life's a Beach highlighter paletje. Die hoort ook nog bij die collectie. Ziet er ook echt heel mooi uit. En dan heb ik hier nog drie van die voor je lichaam sculpting body cream. Dit zijn van die glows voor op je schouders of armen of waar je het ook wil doen. Super mooi, dus dit is de hele Beach collectie. Daar ga ik zeker ook een video over maken. Dus blijf vooral op mijn kanaal als je die video nog wilt zien. En als laatste hebben ze ook een W7 Life's a Peach paletje uitgebracht. Deze kleuren zien er ook weer heel mooi uit. Dit zijn echt mijn kleuren. Ik hou van dit soort kleuren. Van die warme kleuren. Echt heel mooi. En deze ga ik ook zeker proberen. Dus bedankt W7 voor al deze producten weer. Dan heb ik hier nog een pakketje. Deze is van... Dit is dus van Technique. Oh, zitten ook lollies bij met hun naam erop. Dit is dus het merk Technique. Dit merk wordt ook gewoon hier gekocht bij beauty88.nl. Is een heel betaalbaar merk. Oh mijn god, dit is ook echt weer superveel. Ik vind het echt te leuk. Wat ik van hun allemaal heb gehad, ik ga er even een beetje snel doorheen. Anders wordt deze video veel te lang. Ik heb dit highlighter paletje gehad. Ik heb deze losse highlighter gehad. Dit is een beetje roze. Dit is niet echt mijn kleur, dus die ga ik niet vaak gebruiken, I think. Ik heb een super fine translucent pressed powder gehad. Daar ben ik wel blij mee.
Waar ik heel blij mee ben, is dat ik een cream contour set heb gehad. Ik heb nog geen enkele cream contour set en ik wilde die nog graag halen. En ik was nog op zoek naar een goede betaalbare. Want mijn kanaal is toch wel meer gericht op betaalbare make-up. Dus ja, ik hoop dat deze goed gaat zijn. Ik vind het er wel heel goed uitzien. Ik heb hier van hun een heel groot oogschaduwpaletje met allemaal een beetje warme kleuren. Oh, dit vind ik ook heel leuk. Ik heb ook een losse setting poeder gehad. Ik hoop niet dat die te geel gaat zijn, want ik vind hem er best wel geel uitzien. Maar die ga ik zeker ook proberen. Ja, hier ben ik wel echt heel benieuwd naar. Want ik gebruik elke keer die van W7. En mensen, ik denk dat jullie wel een beetje afwisseling willen zien. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik heb hier een liquid highlighter. Ook heel blij mee. Ik vind die kleur heel mooi. Zo'n kleur heb ik nog niet. Dus ik ben daar heel benieuwd naar. Ik zeg steeds, ik ben er benieuwd naar. Ik ben gewoon overal benieuwd naar. Ik heb hier de Technique a Primer Spray. Base en spray. Moet je dan als base? Oh nee, ik denk dat je hem gewoon als base primer. Oh ja, nee. Het is echt een base. Ik zat te denken aan een setting spray, maar dat is hem niet. Het is een primer base. Dus deze moet je gebruiken als primer. Ik ben niet zo van de primer sprays, maar ik zal het proberen. Ik heb hier een mascara. De Technique Mega Lash Mascara. Ook heel benieuwd naar. Oké, ik ga stoppen met te zeggen met ik ben benieuwd naar. Ik heb hier iets voor de wenkbrauwen in de kleur Black Brown. Oh, dit is een soort van eyebrow gel. Dit is echt gewoon een wenkbrauw gel die je erop smeert. En dan ook gewoon zo laat zitten gewoon. Oké. Die ga ik wel proberen. Ik heb hier een metallic gloss. Ik haat metallic. Ik haat metallic. Kijk, ik heb hier twee eyeshadow creams. Zien er heel mee uit. Ik gebruik niet heel vaak oogschaduw creams. Maar ik wil dat wel gewoon gaan doen. Ik vind ze er mooi uitzien, dus dat ga ik gewoon ook proberen. De reden dat ik dat niet vaak doe is omdat ik er ooit eentje had getest van Catrice. En ik vond het zo slecht en het was zo lelijk. Dat ik vanaf die dag echt gewoon helemaal ben afgeknapt op oogschaduwcreams. Maar dat eentje niet goed is, betekent niet dat alles niet goed is. Dus ik ga het gewoon weer proberen. Ik heb hier een Technique Foundation Stick. Hebben ze me nou echt deze kleur gestuurd? Ik ga ervan uit dat ze... Dat de bedoeling is om hiermee te contouren. Want ik ga ervan uit dat hun wel kunnen zien dat dit niet mijn kleur is. Ik heb een liquid eyeliner en ik heb een pen eyeliner. En als laatste nog twee lipsticks. Deze kleuren zien er wel mooi uit. Het zijn een beetje nude kleuren met een matte finish. Ja, daar hou ik van. Ik hou van een matte finish. Deze zien er wel echt heel mooi uit. Nou, dat was het dan. De hele doos leeg. Echt Techniek. Super bedankt hiervoor. Ik ben hier weer heel blij mee. Ik weet dat ze mij niet eens kunnen verstaan eigenlijk. Want dit hun zijn Engels. Dus, maar whatever. Ik ben er heel blij mee. Oh, het is hier nou echt een puinhoop. Ik ga zo even jullie een foto laten zien van hoe het er hier uitziet. Oh my god. Als laatste beautyata.nl. Die sturen mij ook regelmatig make-up op. Waar ik ook echt zo blij mee ben. Ik vind het zo fijn. Ik vind het gewoon leuk om te zien dat bedrijven ook YouTubers supporten die niet zo groot zijn. Meestal willen alleen make-up sturen naar YouTubers die al super groot zijn en dat soort dingen. Dus ik vind het echt altijd heel leuk als mensen gewoon naar kwaliteit kijken en niet per se naar de grootte. En dat doet Beauty88 dus wel echt. Er zijn bepaalde webshops die alleen maar willen samenwerken met grote YouTubers of grote Instagrammers. Ik ga verder geen namen noemen, maar hè. Ik zie jullie. Nou, het is weer een heel pakketje. Oh, superleuk. Ze hebben mij heel veel dingen van Makeup Revolution gestuurd. De eerste is de I Heart Revolution Dragon's Heart Eyeshadow Palette. Hierachter staan de kleuren. Oh, ik ga hem heel even openmaken hoor. Ik ben mijn mes kwijt. Waar is mijn mes? Waar is mijn mes? Oeh, mooie kleurtjes. Deze gouden. Oh my god. Kijk even. Oeh, dit paletje is mooi. Ik heb de Revolution Face Quad in Incentus. Ik weet echt niet hoe je dit uitspreekt. Incentuscent of zo. Dit is een highlighter paletje. Oké, je kunt het zo niet echt zien. Ik ga hem wel gewoon even opmaken. Nou, dit ziet er mooi uit. Kijk even hoe mooi. Oh my god, vooral deze kleur. Natuurlijk spreekt die mij weer aan. Ik hoop dat deze beter is dan die van Revolution Pro. Want die was echt een faal. Zoals we allemaal hebben gezien in die Makeup Revolution test video. Natuurlijk weer even swatchen, want zo ben ik dan weer. Kijk die kleuren, hoe mooi. Heb ik nog plek op mijn hand? Ja.
Ik heb ze wel echt heel slecht geswatcht, maar je kunt in ieder geval een beetje zien. Ze lijken me niet super heftig, maar het hoeft ook niet altijd heel heftig. Maar ik ben hier wel benieuwd naar, want ik vind de kleuren wel echt heel mooi. Dan heb ik hier de Renaissance Eyeliner. Hier ben ik ook heel benieuwd naar, want ik had gezien dat Sof Das Nails deze had gebruikt in een video. En haar dingig... Haar wing ging zo makkelijk, dus hier ben ik zeker benieuwd naar. Deze ga ik zeker uitproberen. Ik heb hier de Revolution in samenwerking met Carmy. Volgens mij heet die zo. En dit is de Kiss of Fire palet. Er zijn 10 oogschaduwen en 2 highlighters. Ik ga hem heel even openmaken en laten zien aan jullie. Oh, je kunt het ook hierachter zien. Maar ik ga hem alsnog even openmaken. Nou, zo ziet het paletje eruit. Het voelt heel, ja, niet, het is geen plastic. En ja, ik ga hem gewoon even openmaken. Nou, dit is dan het paletje. Hier zijn dus alle oogschaduwen en hier 2 highlighters. Die highlighter ziet er mooi uit. Kijk. En dan als laatste heb ik de Revolution in samenwerking met Sof Das Nails. Volledige collectie. Dus ik heb en het oogschaduwpaletje en de 3 lipsticks. Ik denk dat ik hier gewoon een hele aparte video over ga maken. Waarin ik gewoon deze test. Ik had het allemaal al gezien online. Want ik zie altijd alles online. Want ik volg echt like elk make-up merk. Dus ik zie altijd alles al. En dit leek mij super mooi. Dus ik ben heel blij dat ze mij dit hebben gestuurd. Ik ga hem ook weer even openmaken voor jullie. Zodat jullie het gewoon goed kunnen zien. Voor de mensen die dit paletje nog niet hebben gezien. De verpakking is weer echt... super mooi. En dit is haar tweede samenwerking. Ze heeft al een paletje uitgebracht een paar maanden geleden. Die heb ik niet. En dit is dus haar tweede paletje. En nou heeft ze dus dan ook deze 3 lipsticks erbij gedaan. Ik laat de lipsticks zo meteen even zien. Kijk hoe mooi. Ze heeft dus hier een beetje meer warm kleuren. En hier meer cool tonen. Kijk, deze zilver. Ook al zijn zulke kleuren nooit echt mijn ding. Ik vind hem er wel echt heel mooi uitzien. De warme kleuren spreken mij natuurlijk weer het meeste aan. Obvious. En dan heb ik hier de lipsticks. En dit zijn allemaal een beetje bruinachtige nudes. Want dat vindt zij ook altijd het mooiste. Ik bekijk echt altijd al haar video's. Vandaar dat ik het allemaal weet. Zij houdt van bruinige nudes. Dus ze heeft er 3 gemaakt. Dit is de kleur Syrup. Dit was ook haar favoriete kleur, had ze gezegd. Dat is dus deze kleur. Dan had je de kleur Cake. Dat is deze. Die ga ik natuurlijk ook even ernaast swatchen. Die is meer rozig. En dan als laatste de kleur Fudge. En dit is de meest donkere bruine kleur. Maar ook weer gewoon heel nude. Deze 3 kleuren zijn zo mijn ding. Ik hou van nudes. Ik heb nu ook weer nude op. Oh, altijd nude. Altijd maar die nudes. Daar ga ik een aparte video over maken. Dus die komt er ook nog aan. Ik heb echt allemaal van alles in mijn hoofd om deze make-up te gaan gebruiken. Want ik heb echt superveel gehad. En er komt nog meer aan. Dus oh my god. Nou, dit was dan mijn hele PR-unboxing. Het is echt superveel. Ik ben er echt heel blij mee. Ik heb echt al helemaal zin om make-up looks te gaan maken allemaal hiermee. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En ja, meer van dit soort video's leuk vinden. Ik ben... op de make-up niet te diep erop ingegaan. Omdat het echt gewoon te veel is. En anders wordt de video 2 uur. Ik ga nog allemaal video's maken met al deze make-up. Dus abonneer gewoon op mijn kanaal. Zodat je die video zeker ziet. Laat ook even een like achter voor mij. Want unboxing video's lijken heel makkelijk en zo gedaan. Maar dit kost echt super veel tijd. Maar ik vind het gewoon super leuk om te doen. Ik ben echt heel blij dat ik dit kan doen. En dat ik dit allemaal krijg. En ja, ik had het echt nooit gedacht toen ik met mijn kanaal begon. Maar in ieder geval, dan zie ik jullie weer snel bij de volgende video. Doeg!